En welkom terug bij Koffietijd. Ik zit hier bij Manu. Manu is een dwergpintje van 5 maanden oud. Lief, ook een beetje ondeugend. En daarom hebben we hondencoach Lady Zijlstra uitgenodigd. Lady, welkom. Van Lady heeft dit boek geschreven, Help een puppy. Ik laat het even zien. Waarin ze baasjes en potentiële baasjes van puppy's advies over de opvoeding geeft van het beestje. En dit is dan ook nog een boekje in verbinding met je hond. Ja, en die cursus over hoe je met puppy's omgaat en alles. Ik leg ze even op mijn voetenbankje neer. Ja, doe dat. Die cursus, die geef jij volgens jouw methode, volgens de Lady-methode. Ja. Vertel eens eventjes. Als de Lady-methode moet omschrijven, het is eigenlijk de methode die ervoor zorgt dat je echt heel zelfbewust bent en gaat worden van je eigen gedrag. Want we leggen vaak het probleem buiten onszelf en willen het ook vaak extern oplossen. Alleen als je deze methode hanteert, ga je echt naar je eigen aandeel kijken. Ga je overal dwars doorheen en ga je alles aan. En het is heel intensief, maar wel heel doeltreffend. Ja, maar je gaat naar jezelf kijken. Moet ik dan denken aan, ze zeggen, het is natuurlijk een gevleugelde uitdrukking, zo baas, zo hond, hè? Of je gaat op elkaar lijken of wat dan ook. Nou, stel voor je loopt naar buiten en je ziet een andere hond en je bent altijd gespannen. Dan moet je er niet gek van opkijken dat je hond net zo gespannen is als jij. Nee, maar misschien ben je wel altijd gespannen omdat je hond zo gespannen is. Ja, het is een wisselwerking. Er wordt iets in je getriggerd. Kijk, ik heb Flip, die is hier nu niet. Maar die heb ik nu 12 jaar, 13 jaar. En vanaf jongs af aan, hij was een jaar toen hij bij ons kwam, alleen maar blaffen tegen alle honden die hij buiten ziet. Wauw, 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 wauw. Maar hij is zo bang als ik weet niet wat. Dus hij afkloppen, er is nog nooit iets gebeurd. Ja. En toen was Caesar Milan een keertje bij ons in de uitzending, een paar jaar geleden. Toen zei ik, Caesar, can you help? Nou ja, of je ook iets aan Flip kon doen. Daar kwam het op neer. En toen keek hij naar Flip en toen keek hij naar mij. En toen zei hij, ik win een Flip. En toen zei hij, oh well, he's just happy-go-lucky. Dus met andere woorden, was helemaal niks aan te doen. Laat die hond maar lekker fladderen. En hij heeft ook helemaal niet meer naar Flip omgekeken. Okay. Wel naar al die andere honden ja. Die er waren. Wil het wat zeggen over mij? Een hond moet altijd blijven zoals die is. Alleen, je wilt wel een goede banen begeleiden. Dus ik werk echt aan jou als hondeneigenaar dan. Een hond, die zal ik nooit veranderen. Een hond zal je... Een hond kan je niet veranderen. Nee, want een hond is wie die is en dat is ook gewoon goed genoeg. Ja, dus dan kom ik weer. Als die hond nou nerveus is omdat hij andere honden ziet, ligt het dan aan mij? Het kan ook gewoon het aard van het beestje zijn, maar mijn methode zorgt ervoor dat je dat wel in goede banen kunt begeleiden. Ja, ja, op ja. Die manier, op ja. Die manier. Want we hebben hier Manu. Nou, Manu is echt wel een schatje, is 5 maanden. Ja. Ja, en die is nu, nou, die ligt er nu wel heel relaxed bij. Zeker, hè? Zeker. Zullen we eens even kijken naar een hondje wat niet zo relaxed is? Was, moet ik zeggen. Ja. Diesel. Diesel blafte ook. Ja, die viel uit een andere hond. En jij hebt je daarover ontfermd. Maar we gaan eerst even kijken hoe die was, Diesel. Ja. Sorry, het is niet goed. Nee. Het is, maar ik moet er toch om lachen. Kijk, die Diesel. Wat het zijn. Het is een schatje. Een schat. Absoluut. Maar goed, hij ziet andere honden. Een soort Flip de Tweede. Ja. Nee, want het verhaal hierachter is, zijn eigenaar is verhuisd. Woont in een nieuwe omgeving, nieuwe honden. En hij heeft een conflict gehad met een andere hond. En die eigenaar ervaarde daar heel veel spanning door. Dus of je nou een man of een vrouw bent, maakt helemaal niks uit. En Diesel reageerde daar gewoon heel erg goed op. Zullen we maar zeggen, nou eigenlijk niet goed. Maar die weerspiegelde zijn eigenaar. En die heeft mij laten komen, omdat hij wist van, ik ben het probleem, maar hoe los ik dat op? Aha. En daar ja. Zijn we aan gaan werken. Nou, en wat heb je gedaan met de eigenaar, neem ik aan dan? Ik sleutel met name aan de mindset van de eigenaar. Want we zitten vaak vast met heel veel overtuigingen. En uiteindelijk gaan we daar ook naar handelen. Maar je bent niet je overtuiging. Dus ik zorg ervoor dat jij anders gaat denken, waardoor je ook ander resultaat krijgt. Ja, maar wat heb je dan bij die eigenaar gedaan dat hij anders ging denken? Het is echt een mentale kwestie. Dus ik bedoel, als ik jou iets wil leren, zal ik het je eerst moeten vertellen en uitleggen. Ja. En uiteindelijk ga ik hetgeen wat ik je uitleg, dus de tools, gaan we in praktijk brengen. Ja. En dat is wat ik ook bij deze eigenaar heb gedaan. En het zit allemaal in de eigenaar. We gaan niks externs gebruiken. Nee, straffen, honden begeleiden en wat weet je vroeger allemaal zag met die trekken. Nee, dat kan nu echt niet meer. En die slipkettingen en zo. En dat ze echt onderworpen moeten worden. Dat is er al jaren niet meer. Dat is er niet bij. Dat mag ook niet, nee. Maar komt de hond, omdat je zegt, ik heb het eerst in die eigenaar gedaan, komt die hond dan nog überhaupt ter sprake bij de coaching? Ja, in mijn slogan is, ik coach de eigenaar achter de hond. Dus ik ontferm echt om de eigenaar en de hond gaat daarin mee. Dat is het mooie ervan.
Zullen we eens kijken hoe goed jij je over die eigenaar hebt ontfermd... en daarmee dus ook weer over de hond? Laten we dat doen. Ja, nou zit er geen geluid onder, maar hij ziet er ook niet uit alsof hij blaft. Nee, nu, nee, hij loopt gewoon heel ontspannen mee. Heel relaxed mee. Ja. Heb jij nog met de hond gelopen? Ja, ik laat het altijd. Ik kan heel veel zeggen, maar eigenaren willen toch. Nou, laat jij daar maar wel zien dat jij wel kan lopen met mijn hond. Dus ik doe het altijd eerst voor. Je doet het altijd eerst. Ja, vind ik belangrijk. Ja. 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 Zeg, nou hebben we hier die kleine Manu. Niks aan de hand. Dat zal je denken. Nou, schat, er is met jou. Oh, kijk eens, je hebt je ene oor omhoog en je andere omlaag. Ja. En hij begint al, je gaat al lekker je oogjes dicht doen als ik tegen je praat. Hè? Vind je net zo vervelend als die mannen? Je kan ook niet tegen die hoge stemmetjes, ja. Nee, oké. wat is er met Manu? Nou, het verhaal van Manu is eigenlijk dat hij verlatingsangst heeft... en dat hij heel hoog in zijn energie schiet. Dus de eigenares vertelde mij dat ze laatst aan het wandelen was... en dat hij in één keer opsprong tegen iemand. Ja. En zij heeft het besef van, nou, het is wel een puppy, maar het kan gewoon niet. En hij is nu 5 maanden en ze wil het in goede banen gaan begeleiden... En daarom is ze hier. Maar wat kunnen we nou doen met Manu? Nou, eigenlijk wil ik dat ik... Ja, ik ga jou aan het werk zetten. Nee? Ja, ik ga jou aan het werk zetten. Hoe je eigenlijk Manu rustig aan de riem kunt krijgen. Want dan is hij vaak heel erg enthousiast. Oh, we mogen weer naar buiten. Ja. Nu is hij heel relaxed. Ja. Dus dat werkt in feite wel mee. Maar dat gaan we dan nu eens in praktijk doen. Zit hij nou het vrouwtje ergens? Nee. Hij ziet niemand. Hé, hey, vrouwtje daar. Manu. Ik ga je gewoon aan de riem doen. Ja. Kijken of dat er... Of en als er iets nodig is, dan hoor je mij. Dan ja. Ga ik jou bijsturen. Dus wat ga ik nu doen? Nou, we gaan Manu pakken. Daar is de riem. Mag je aannemen? Pak eerst de riem. Komt een riem aangegooid. Komt een riem aangegooid. Dat is een goede titel voor... Nou, dan open we eventjes het deurtje. En dan doe je het deurtje gelijk weer dicht. Dan schiet hij er waarschijnlijk uit. Blijf. Goed zo, Manu. Och, wat ben jij een gezeggelijk lief hondje. Oh, nee. Geen paniek. Nou, en dan gaan we misschien wel even zo meteen een rondje doen. Ja. Oh, hij is net flip. Die gaat ook liggen als ik zeg. We gaan naar buiten. Ga je eerst laten zitten? Oh, Manu zit. Nou, alles interessant, maar blijf gewoon geduldig. Wat moet ik doen? Nee, je gaat nog een keer het commando zit geven. Oh. Het is een pup, het wil het ontdekken. Maar wij blijven rustig. Manu, ga alsjeblieft even zitten. Nee, Manu, ik moet me groot maken. Je mag gewoon blijven staan. Je hoeft het niet heel klein te maken. Hij begrijpt het heel goed. Manu, geef me gewoon duidelijk het commando. Wat wil je van je hond? Dat je zit. Manu. Een beetje maar tot Manu. Manu, ja, dat is ook goed. Helemaal prima. Rustig eigen in plek. Je mandje. Nou, prima. Prima. Oh, wat ben je een riempje lieve aan de schat. Halsband. Wat ben je een lieve schat. Dan ga ik je riempje omdoen. Heel rustig. Heel goed. Ja, gaan we naar buiten? Ja, doen we alsof dat de voordeur is. Gaan we even naar buiten? Ja. Ja? Ja? Dan ga jij voor de hond staan, want jij gaat als eerste de deur uit. Ik ga eerst. De riem nu al heel strak en gespannen. Die mag je even wat meer relaxen. Oh, heel relaxed. Manu, kijk. Zo, ik ga eerst naar buiten. Kom je mee? Zo. Ja, goed. Nou, wij zijn toch een match made in heaven, zou ik zeggen. Ik, kom maar. En je hoeft niet heel veel tegen de hond te praten. Dus nu zie je dat hij eigenlijk nog trekt. Maar? Dat is niet heel relaxed. Wat moet ik dan doen? Ik zou eigenlijk meer de ontspanning gaan opzoeken. Je hoeft niet meer te gaan praten, meer op je lichaamstaal letten. Ik weet al wat het is. Hij voelt de pijn in mijn teen. Wellicht. Maar dat maakt niet uit. Ga je naar het vrouwtje toe? Ja? Loretta, besef je hoeveel je tegen je hond praat en hoeveel je met hem bezig bent? Ja. En ik zorg eigenlijk, mijn taak is om ervoor te zorgen dat je je met jezelf bezig gaat houden. Nog meer met mezelf. Ik zit al 24 uur per dag met mezelf op. Maakt niet uit. Nou ja, oké. Okay. Ga ik allemaal leren. Ja. Ik breng Manu naar het vrouwtje toe en ik zeg nog eventjes thuis. Als je nou van plan bent om een puppy aan te schaffen, want dat is ook nog zoiets, hè. Denk daar ook, daar heb je ook allerlei tips over. Geef je nog eens even een voorbeeld. Wat zou je niet moeten doen of wel kunnen? Als jij bijvoorbeeld hele lange bergwandelingen wil maken... dan zou ik bijvoorbeeld niet voor een rashond gaan die daar niet is op gefokt. Door de bouw, zeg maar. Ja. Dus zo heb je nog veel meer dingen. Het zit allemaal in het boek van wat is nou de basis en waar moet je op letten... om ervoor te zorgen dat je een goede relatie krijgt met je pup vanuit gelijkwaardigheid. Heel goed. Ja. Ik zou sowieso niet zo voor rashondjes gaan. Maar goed, dat is mijn ding. Want er zitten zoveel in het asiel. Oké. Ik ga nog even jouw boek weggeven. Ja. Je kunt, als je thuis hulp kunt gebruiken bij het opvoeden van je puppy... ga naar onze website. Daar maak je kans op een exemplaar van... Hier is het boek, puppy. Het boek van Leidy. Gaan we naar je vrouwtje. Ja, gauw. Dank je. Lol.